Ik ben Jan Broekhuizen, advocaat in Amsterdam. Ja, dat is ook een goede vraag. Ja, ik denk dat verzekeraars echt al volop in die technologische ontwikkelingen meegaan. Blockchain is natuurlijk iets wat misschien op de middellange termijn een vervanging kan gaan zijn van meer traditionele verzekeringsoplossingen. Het is toch een soort technologische vorm van solidariteit. AI vind ik een heel interessant onderwerp en zeker als je dat in samenspel met dataverwerking beschouwt, dan gaat het echt over thema's als voordelen, bias, die ingebouwd zitten in datatoepassingen. En dat kan zowel tot producten en diensten aanleiding geven die in het belang van de klant zijn, maar het kan ook betekenen dat klanten onbewust uitgesloten worden van bepaalde producten en diensten. Dus dat maakt denk ik dat een thema waar veel verzekeraars in mijn ervaring al echt wel mee bezig zijn. Ja. Ik zou bijna zeggen, zonder beleidsdocumentatie, anders of andere zeg maar, regelgeving dan formele wet en regelgeving, heb je niet het complete plaatje. In dit rechtsgebied is natuurlijk veel interpretatie en uitvoering van meer formele wet en regelgeving te vinden in andersoortige soft law instrumenten. En Financial Law Hub is fijn, omdat je daar zeker weet dat je dat soort beleidsdocumentatie op één plek gebundeld vindt.